Nummer 2, Stella van Sollenburg, Norbert Maal, Nikle, door Lilian de Waal aan u en aan ons gepresenteerd. Op zich een heel correct, heel vriendelijk gereden proef. Amazone die heeft nergens het paard in de weg gezeten. Een advies van onze kant is misschien de proef toch in zijn algemeenheid een tikje actiever rijden. Misschien komt dat het hele beeld van het paard toch iets meer ten goede. Stap is op zich taktzuiver. Wij zouden graag iets meer buiging in het achterbeen zien. En iets meer impuls, maar wel correct qua takt. Daar hebben we een 7 voor gegeven. In de draf zien we toch graag een iets meer dragend achterbeen. Het zou meer mogen buigen en meer mogen ondertreden. Hoewel in de verruiming het paard weer een heel mooi voorbeen heeft. Maar onze bemerking zit hem vooral aan de achterkant. Een 6,5. De galop zou eigenlijk hetzelfde beeld. Zou iets meer mogen dragen. Heeft wel een mooie galoprichting, wel een mooie houding, maar ook het achterbeen daarin wat meer buiging en gedragenheid. 6,5. Houding en balans 7. Souplesse 7. Schakelen, daar weer de snelheid en de buigzaamheid van het achterbeen. Een 6,5. Impuls een 7. Het willen meewerken. Een totaalscore van 74,5. Dankjewel, Lilian. We hebben
vertalige Zwietske Joke H. Met erbovenop Akke Heringa. Paard met op zich een goede, een correcte zelfhouding. Maar een paard wat wij, waarvan we over het algemeen vinden dat hij wat meer door het lichaam zou mogen lopen. Zich wat meer los zou mogen laten in het lichaam. En met name in draf en galop toch vaak de rug wat net iets te veel vasthoudt. Ook in stap missen we toch wat souplesse en wat ruimte. En met name de lengte van de pas, de taktzuiverheid van de pas, daar hadden wij toch wel wat bemerkingen over. We hebben daarvoor een 5 gegeven. De stap zou hier toch wat meer onder de massa mogen komen. Mist daar ook wat balans in, met name in de overgang, in het schakelen. Hetzelfde geldt eigenlijk voor de galop. De galop zou meer mogen dragen. Zou meer van achter mogen, onder de massa mogen treden. Houding heeft hij wel, maar met name balans is hier en daar nog moeilijk. Ik heb al gezegd, lichaamsgebruik is toch voor het mooie net iets te weinig. Daar een 6 voor gegeven. Schakelen, hetzelfde beeld. In de overgangen zou hij meer moeten dragen, meer moeten ondertreden. Ook een 6 voor gegeven. Impuls, een 6,5. En dat levert een eindscore op van 65,5 punten.
We hebben gekeken naar nummer 5, Aloud van Bokkum. We vinden het paard met een mooi beeld, heeft een fijne zelfhouding, mist nog wat kracht, maar dat mag gezien zijn leeftijd. De stap is voldoende ruim en net voldoende takt. Draf, draaf met souplesse en swing en mist hierin uiteraard ook nog wat kracht. De galop mist wat balans, maar de techniek is goed. Hij blijft mooi door zijn lijf, waarbij rechtsom weer beter is dan links. Het is gewoon een paard met voldoende lichaamsgebruik en voldoende dragend in het schakelen. De stap 7, de draf 7,5, galop 7, houding en balans 7, souplesse 7,5, schakelen 7, impuls 7,5, komt de totaalscore op 79 punten. We gaan kijken naar Itzke 2 van de West-Friese. Thank you.
Even Jana Kes met Zwarte van de Klaai. Een paard met op zich een correcte zelfhouding. Een paard wat over het algemeen iets meer lichaamsgebruik en wat meer kracht en gedragenheid zou mogen tonen. Het achterbeen is vaak net iets aan de trage kant en mist wat buiging en gedragenheid. Het grootste probleem is wat ons betreft de onzuiverheid in de stap. De stap is en niet regelmatig en mist ook vaak de taktzuiverheid. De stap is wel heel ruim, maar dat is niet voldoende. Met name de takt en regelmaat zijn elementen die het allerbelangrijkste zijn. Draf op zich wel een goed beeld, maar mist wat kracht daarin. Galopperen zou het paard wat meer sprong, wat meer balans en wat meer lichaamsgebruik mogen tonen. Punten zijn als volgt. De stap hebben wij toch een 4,5 voor moeten geven. Draf 6,5. Galop 6. Houding en balans 6,5. Souplesse 6,5. Schakelen 6. Impuls 7. En dat geeft een eindtotaal van 66,5 punt.
Nummer 8, Berber T. van de Boppelonen. Het is jammer dat het paard gewoon veel last heeft van spanning. Houdt zich daardoor wel heel erg strak en is vaak afgeleid. En zoals wij hier kunnen beoordelen, laat hij niet echt zien wat hij kan. Hij lijkt wel voldoende kwaliteit te hebben. Maar maakt dus nu ook inderdaad in de stap, maakt de passen niet af. Blijft hier wel net in de takt. De draf is technisch goed, maar door de spanning inderdaad heel vaak verkeerd gesteld. In de galop zien we een beetje hetzelfde. Blijft dan strak in zijn lijf, weinig lichaamsgebruik, weinig lengtebuiging, draagt daardoor ook weer te weinig. En waar dan je ook kunt zien dat hij rechtsom weer iets beter is dan linksom. Nou, en in het algemeen is inderdaad vaak last van de spanning. Komen we tot de volgende cijfers. Stap 6, draf 7, galop 6,5, houding balans 6, souplesse 6, schakelen 6,5, impuls 6,5, totaalscore van 70.
Een paard wat zich wel laat bewerken, maar toch in alle gangen te veel tekort komt in het dragen. De stap is wel voldoende ruim, maar weinig taktmatig. De draf treedt hij wat weinig door en is onvoldoende gedragen. En vaak te weinig dus ook aan elkaar. De galop ook te weinig ruggebruik. Hij basculeert te weinig en mist daarin ook veel techniek. Hij mist inderdaad gewoon vooral de gedragenheid dus in alle drie gangen. We komen op de volgende cijfers. Stap 5,5, draf 6, galop 5,5, houding en balans een 6, souplesse een 6, schakelen een 6, impuls een 7, totaalscore 65 punten. We gaan door naar nummer 11.
is F in hand veranderd. En bij X is een arbeidsstap toegepast. H is. Ik zie de arbeidsstap overgaan.
Tussen C en M arbeidsstap. Tussen C en M arbeidsstap. M is start van verandering half. Tussen C en M arbeidsstap. M is start van verandering van een half laten trekken waarna keuze maken.
arbeidstrap. B afwenden, E linkerhand. Tussen A en F, arbeidsblok links. B grote volgen, enkele sprongen middengelop. Tussen C en H, arbeidsdraf. FXH, van hoofdvrouwen in middendraf, daarna arbeidsdraf. Tussen C en M, arbeidsdraf. B grote volgen, daarna halstrekken, daarna tot de maatwas. A afwenden, X halt houden groeten. Daarna voorwaarts de vrije stap. C hoek mag rechts volgen. En de A de rij nog vlak. Gjaltmaal Sapen, vaart met heel veel uitstraling, met name in het drafgedeelte. Een paard met een hele mooie drafhouding, goed achterbeen gebruiken. In onze beleving is draf ook met stips zijn favoriete gang. De stap, in het begin dachten we dat die achter iets laat zou blijven, maar gedurende de proef werd de kwaliteit van het stappen toch ietsje beter. Toen maakte hij de pas ook wat mooier af en toen was de stap ook wat overtuigender. Galopperen heeft hij nog wat moeite met het loslaten in het galopperen. Houdt hij de rug nog een klein beetje vast, vooral linksom mist hij wat sprong en balans in het galopperen. Rechtsom is hij daarin wat beter, wat gemakkelijker, wat handiger. Qua houding en balans scoort hij een goed cijfer vanwege zijn hele mooie zelfhouding, zijn uitstraling, souplesse in de draven, voldoende lichaamsgebruik, in het galopperen ietsje minder. Schakelen is goed, treedt mooi onder in de overgangen. Impuls is goed, werkt goed mee in alle zaken. Heeft tot de volgende score geleid. Draf een stap 7, draf 7,5. Galop 6,5. Houding en balans 7,5. Souplesse 7. Schakelen 7,5. Impuls 7,5. En dat komt op een totaal van 79 punten. Dat was het. Dankjewel, Jacqueline. En
is inmiddels in de ring.
voldoende met tact en ruimte stapt. De draf is wel mooi actief en heeft een goed gebruik van het achterbeen. De galop blijft hierin ook wat strak, mist wat sprong en balans en vooral ook losgelatenheid. En ook de souplesse, hij zou meer lichaamsgebruik mogen tonen. De volgende punten, stap een 4,5, draf een 7, galop een 6, houding en balans 6,5, souplesse 6, schakelen 6,5, impuls 6,5, totaalscore van 67 punten. We gaan door met nummer 15, Tjalda B. Met...
XK van hand veranderen, daarbij de hals laten strekken. Daarna tunnel de paard maken. Tussen A en F, arbeidsdraf. Monique van der Meij met Tjalda B, de nummer 15 van de catalogus. Een paard wat veel activiteit toont. Wat er door de Amazone ook ingereden wordt. En misschien een bemerking voor Monique. Het paard lijkt ons behoorlijk gevoelig voor spanning. We zagen dat wel terug in met name in het stappen en in het galopperen. Ik denk dat je zo'n paard heel erg moet proberen heel licht aan de voorkant te houden. Want je kon een aantal keren zien dat wanneer er spanning aan de voorkant kwam, dat je ook gelijk de kwaliteit van het achterbeengebruik zag afnemen. Dus het is zo even los van alles misschien een aanwijzing waar je wat aan zou kunnen hebben. Zoals gezegd, door die spanning maakte hij soms in het stappen de pas niet altijd af. Draf geeft een heel mooi opwaarts drafbeeld, mooie houding met een ruim voldoende buigend en een voldoende dragend achterbeen.
galop heeft hij wel voldoende techniek over de grond, is hij wel goed. Hij mist nog wat handigheid, wat balans in het galopperen. Houding en balans. Het viel op dat hij eigenlijk de hele proef door niet helemaal recht liep. Hij neemt steeds wat linkerbuiging aan op beide handen. Dat is dus een aandachtspunt voor een ruiter en een amazone. Lichaamsgebruik of de souplesse zou nog iets meer het lichaam mogen loslaten. Schakelen, treedt in de overgangen, vooral in de drafovergangen, ruim voldoende aan. Heeft in het schakelen, in het draven, het verruimen, heel mooi voorbeen. Impuls, werkt goed mee. Geeft een totale balk. Die begint met de stap, 6,5. Draf, 7,5. Galop, 7. Houding en balans, 7. Souplesse, 7. Schakel een 7 en ook voor de impuls een 7. En dat levert een totaal score op van precies 77 punten. Dank u wel. Tussen K en E draf en bij B een grote polder. Thank you.
best. We hebben gekeken naar nummer 16, Relia Aukje. Een paard met een wel correcte houding. Hij zou af en toe wat constanter in de aanleuning mogen en wat meer lichaamsgebruik mogen tonen. En vooral in alle gangen meer mogen doortreden. De stap blijft wat traag. Nu in de ontspanning zien we dat hij daar weer meer ruimte krijgt en taktmatig blijft. Hij is wel actief en buigzaam. De draf mag wat meer doortreden. De galop mist vooral de souplesse. Heeft wat weinig sprong en balans. En in het algemeen dus mag het paard meer lichaamsgebruik tonen en actiever mogen doortreden. De volgende cijfers: stap een 7, draf 6,5, galop een 6, houding balans 6,5, souplesse een 6, schakelen een 6, impuls 6,5, totaalscore van 70,5.
door Udo De Haan getoond aan ons. Vaak met veel zelfhouding, veel expressie in zijn manier van vooral van draven en galopperen. Die wat heel actief is en wat hem soms, met name in het stappen, wel eens een klein beetje in de weg zit. Maar over het algemeen maakt hij dan toch de pas wel voldoende af. Draf is goed, mooi opwaarts treedt, mooi aan. Heeft in het verruimen een beetje moeite met zijn balans. Maar dat zal ook de jeugd zijn die daar nog een rol in meespeelt. Kan mooi galopperen, goed opwaarts. Toont in het galopperen juist wel weer heel veel balans. Is gedragen in het galopperen. Zoals gezegd, mooie zelfhouding. In draven iets meer balans en wat kracht gaan ontwikkelen. Goed lichaamsgebruik. Schakelen doet hij in principe goed van achteruit. Maar ook daarin is de balans een aandachtsfactor. Impuls is goed, paard werkt fijn mee. Wij hebben voor de stap gegeven een 6,5. Een 7,5 voor de draf. 7,5 voor de galop. Houding en balans een 7, souplesse 7,5, schakelen 7 en impuls 7,5. Geeft een eindtotaal van 79 punten. Is inmiddels in de ring met nummer 18 van de catalogus, Suzanne Wint. Thank you.
Nummer 21, Annigje van de Mietwei. Een paard met wel een mooie houding, goed bewerkbaar, maar blijft in alles vaak net iets te veel achter de loodlijn en mag in alles meer tot dragen komen. De stap is mooi actief, taktmatig en vlijtig. De draf mag wat meer dragen. Dat zien we ook terug weer in de galop. Mist daar ook wat lichaamsgebruik. Heeft nog wat moeite met zijn balans. En in het schakelen versnelt hij en zou wat meer tot dragen mogen komen van achteruit. Het paard loopt wel met voldoende ook impuls. De volgende cijfers: stap 7, draf 6,5, galop 6,5, houding balans 6,5, souplesse 6,5, schakelen 6,5, impulsen 7, totaalscore 73 punten. We gaan verder met nummer 20, Sophie N., gereden door Ito Werkman. Als je zover bent, mag je beginnen. Succes.
een leuke verschijning om naar te kijken. Een actief paard. Een paard wat over het algemeen iets te vlug in de beweging vaak is. Dat zien we terug in de stap. Is vaak iets aan de haastige kant. En maakt daarbij dan vaak de passen net niet af. In het draven is hij wel actief met voldoende buiging in het achterbeen. Maar zou in het verruimen toch iets meer moeten ondertreden. In galop toont hij wel voldoende balans en gedragenheid. Heeft hij een hele handige manier van galopperen. Houding en balans. De houding is ruim voldoende. Zou met name in het draven wat meer balans mogen tonen. Souplesse, iets meer lichaamsgebruik. En vooral het schakelen zien we toch graag met iets meer gedragenheid, iets meer van achteruit getoond worden. We hebben de volgende cijfers gegeven. De stappen 6, draf 6,5, galop 7, houding, balans 6,5, souplesse 6,5, schakelen 6,5 en impuls een 7. En dat geeft een totaal score van 72 punten.
paard met een mooie houding en goed gebruik van het achterbeen, met name in de draf. En zou in alles eigenlijk iets actiever mogen. De stap is wel voldoende ruim, maar mist vaak takt. De draf is mooi bergop, heeft goed gebruik van het achterbeen. De galop is wat neerwaarts, met weinig impuls en te weinig gedragenheid. Waarbij rechtsom dan weer iets beter is. En het paard mist vaak wat lichaamsgebruik. En het schakelen is ook te weinig van achteruit. De volgende cijfers: stap 5,5, draf 7,5, galop 6,5, houding en balans 7, souplesse 6,5, schakelen 7, impuls 6,5, totaalscore van 73 punten. We gaan door met nummer 25. Thank you.
20. Bouwkeer van Sladitzer Zee. Door Udo de Haan getoond aan ons. Paard met een aansprekende expressie. Paard met een correcte houding. Paard met in alle drie de gangen een taktzuivere beweging. Een goed buigzaam en dragend achterbeen. En paard met een goede zelfhouding en loopt fijn in balans in alle drie de gangen. Betekent dat wij tot de volgende score zijn gekomen. Stap een 7, draf 7, galop 7,5, houding en balans 7,5, souplesse 7,5, schakelen 7 en impuls 7,5. En dat geeft een eindtotaal van 80 punten. Dan hebben we nu in de ring de... Thank you.
Graag. O26, aura van Inger Marienloent. Een paard wel met een mooie aansprekende houding en vooral in de draf, waar hij zich ook dan goed laat bewerken. De stap is correct, zou meer door mogen treden, mist hierin wat ruimte. De draf is fijn actief en bergop, met een goed gebruik van het achterbeen. De galop heeft voldoende techniek en in de houding is hij wel iets neerwaarts en rechtsom heeft hij duidelijk wat meer moeite met balans. En we hebben de volgende cijfers. Stap 6,5, draf 7,5, galop 7, houding in balans 7, souplesse 7, schakelen 7, impuls 7, totaalscore van 77 punten.
Deze Ibop-dag, Rikst van de Wiegerie, door Berber van de Veer aan ons getoond. Een paard met vooral in het drafgedeelte heel veel, veel uitdrukking, een mooie loophouding, loop met veel balans en gedragenheid. De stap is voldoende zuiver, maar is wat afgepast. Zou de pas iets mooier mogen afmaken. Galopperen vonden wij dat hij zich niet helemaal losliet. Miste wat sprong en wat souplesse, waarbij gezegd dat rechtsom aanmerkelijk beter was dan linksom in onze beleving. Paard met vooral in draf ook veel zelfhouding. Schakelen doet hij ook weer zeker uit in het drafgedeelte goed van achteruit, achterbeen. Dat zit er altijd goed onder. Paard werkt mee, scoort qua impuls ook een ruim voldoende. De cijfers. De stap een 6,5. De draf een 8. Galop 7. De houding en balans een 7,5. Dan de souplesse 7, schakelen 7 en impuls ook een 7. Geeft een totaalscore van 79 punten. Wel, een mooie score, dames en heren. En hiermee, zoals gezegd, een einde gekomen aan deze Ibop. Dank u zeer voor uw aandacht en graag tot een later moment. Dank u wel.